De ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname hebben de volledige aandacht van de regering. Het parlement heeft in de afgelopen dagen tijdens de vergaderingen meer duidelijkheid gevraagd en minister Gilmore Hoefdraad van Financiën heeft namens de regering het college toegesproken. De beantwoording van een aantal vraagstukken met een nadruk op compliance heeft de RVC gevraagd dat de Centrale Bank de informatie binnen een week mocht aandienen. De informatie is verstrekt aan de Raad vrijdagavond laat, op precies een week, 17 januari. En u begrijpt dat de informatie moest worden doorgenomen het hele weekend, maandag ook. Heel goed moest worden bekeken. Verschillende gesprekken met de president gehad. Alvorens wij dus naar uw geacht college konden komen. Er is heel veel informatie en natuurlijk wat hier wordt gezegd. In het huis van het volk moet zodanig zuiver zijn dat er geen punt van discussie moet zijn. We hebben ook nog gevraagd om wat meer tijd. We konden het gisteren niet, omdat de ontslagaanvraag van de heer Van Trich, ontslagaanvraag door de heer Van Trich ingediend, nog niet was gehonoreerd. En dat is in feite vanmorgen afgehandeld. Via u, aan uw graag college, wil ik even een korte introductie doen en dan op een aantal key issues ingaan. Zowel mijn persoon als minister van Financiën, in overleg binnen de regering, als de RVC, vertegenwoordigd door de regeringscommissaris, hadden een aantal zorgpunten ten aanzien van de Centrale Bank. We hoorden die issues rondom de koop van een vrij dure auto, een aantal issues die met compliance te maken zouden hebben en op basis daarvan op 1 januari, in principe na onze persconferentie over de overname van de Afobakadam, heb ik op kantoor een onderhoud gehad met de regeringscommissaris om over de Centrale Bank te praten. Er zijn een paar vraagstukken geïdentificeerd waarbij twee toch wel wat meer duidelijkheid wilden hebben. Die zijn ook in briefvorm gegaan naar de governor, opdat er duidelijkheid moest worden verschaft. Het ging zeer zeker om wat meer informatie ten aanzien van aanschaf van auto's, een mogelijke conflict of interest ten aanzien van het bedrijf of het instituut van de governor, die, zoals we begrepen, op verschillende niveaus werkzaam was binnen de Centrale Bank, alsmede contracten die zouden zijn afgesloten met een Belgische maatschappij. Er waren ook vraagstukken rondom een mogelijke participatie in een cryptocurrency, waarbij wij natuurlijk van de financiële wereld vrij zorgvuldig naar kijken en heel voorzichtig mee zijn. Verder nog zouden wij dus praten over het versterken van het toezicht op de bank, zeer zeker via een begroting en dat alle controlemechanismes goed in place werden gesteld. Hierbij, wat we doen, op 2 januari, de avond laat, hebben wij een meeting gehad met de governor, waarop wij dus op deze punt hebben gewezen en ook hebben gezegd dat wij een meeting zouden hebben met de directeuren
om ze ook op hun verantwoordelijkheden te wijzen. En daarnaast dan ook met de rest van de raad. En vanaf dat moment in feite zouden wij toch zeker antwoord nodig hebben op de vragen. En het werk vanuit de centrale bank strakker gaan begeleiden. En in het weekend, toen deze zaken rondom de auto circuleerden en wij de governor erop wezen, gaf hij in principe aan dat de auto door hem was betaald en dat het de feite van hem was. Het wekte ons bevreemding, omdat een paar maanden terug de centrale bank zelf een verzoek voor vrijstelling van invoerrechten voor het gebruik van de auto van de bank had ingediend. En dat verzoek, vanwege het feit dat het een auto van de bank was, is ook in december door het ministerie van Financiën gehonoreerd.